Hallo. Welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld. Ik ben de artistiek leider en regisseur van de voorstelling Emma Wil Leven. En vandaag zijn we begonnen met de repetities. En daarover spreek ik met onze actrice Lisse Knapen. Uh, Lisse. Benno. We hebben de eerste repetitiedag gehad. Ja. Hoe ging het? Uh, goed, vond ik. Wat ja. heb je allemaal gedaan? We zijn begonnen met een scriptlezing met het bijna het hele team. Uh, we hebben gekeken naar het decor. Uh, we hebben uh, geluisterd naar wat muziekfragmenten die in de voorstelling komen. En we hebben uh, heel veel taart gegeten. Heel veel. <laughs> Dat ben ik ben ook een beetje misselijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, en daarna zei ik, zijn wij, Benno en ik, uh, samen aan het werk gegaan. Dan zijn we door het script heen gegaan, veel meer op de detail. Uh, Zinsopbouw, waar gaat dit stukje over. Soms even terugpakken naar waar komt het eigenlijk vandaan. En dan wordt er weer een stukje van uh, Emma zelf teruggepakt, die op uh, beeld staat. Wat ook heel fijn is voor mij dat ik even zie waar het vandaan komt, hoe zit het ontstaan. Dat heb ik natuurlijk niet meegekregen, dat hele creatieproces, hoe het script werd gemaakt. Dus dat is super interessant. Zeker. En wij hebben wat extra beelden die niet in de documentaire zitten. Die kunnen we erbij pakken, zodat we wat meer achtergrondinformatie soms kunnen halen. En Mark, onze schrijver, heeft ook uit soms die stukken film, weer informatie over Emma kunnen pakken, die we dan weer in de voorstelling stoppen. Ja, ja dus die kende ik allemaal nog niet. Dus nee. dat was wel uh, ja. weer een nieuwe laag komt er dan eigenlijk bij. En hoe voel je je nu? Nou, ik ben wel moe, echt. Yo. Ja. Ja, maar ook omdat ik gewoon, ik heb er zoveel zin in. Mm -hmm. <laughs> dus dat stop ik dan meteen ook in die paar uur of zo. <laughs> <laughs> dan stop ik al mijn zin zo. Ah, dan ja. wil ik meteen gaan met die banaan. Maar, ja, maar uh, we hebben ook echt veel gedaan. Want we zijn yeah. nu op pagina 14 of zo van yeah. de 41. Ja, het is een hoge focus ook die je moet hebben. Ja, ja en dat zal je ook merken dat dat gedurende het proces straks. dat die focus in gaat storten, omdat je dat gewoon dan niet meer volhoudt. Ja. En dan moeten, we, dan moeten we de modus vinden. Ja, precies. Want ja. nu is het nog heel erg op de leuke en op de adrenaline. Dat heb ja. ik zelf ook. Ja. En dan moeten we elkaar doorheen gaan slepen. Ja. Ja, het is natuurlijk gewoon als je repeteert met andere mensen, dan doe die even zennetje, dan kan jij eventjes snel naar de wc of weet ik veel. Ja. Maar nu is het gewoon met z'n tweeën, dus als één iemand er niet is, kan je ja. ook niet verder. Maar mijn ervaring is ook wel dat er soms, uh, dat we gewoon een uur even niks doen. Ja, oh ja. Of gewoon even zitten of even gaan wandelen of... Ja. Iets doen om maar even eruit te gaan. Om ja, dat is ook wel te fijn. Komen. Ook om even soms de ruimte, volgens mij. Ik voel nu wel al dat het super fijn om hier te repeteren. <laughs> uh. We <laughs> zitten net als de afgelopen jaren in een plafondsysteemruimte uh, in de meervaart. Ja, maar het is wel heel fijn dat je al in het theater zit. Ja. Dat is gewoon heel leuk om hier binnen te lopen en om wel, ik weet niet, houdt het toch warm of zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms lekker is om heel even eruit te stappen. Ja, is ook zo. Ja. Heb je nog nieuwe ontdekkingen gedaan? Um, ja. ja. Maar ik weet, nog, ik weet nog niet of ik al kan benoemen wat ze zijn. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft eigenlijk met de... Volgens mij moet je hele tijd op een grens gaan spelen tussen dingen. En die kunnen mm -hmm. alle kanten nog opvliegen. Dus ik moet nergens meteen een soort te direct worden... in een, in een emotie of in een kleur of zo... Het is of de bitchy of de lief. Ja, het of... is niet zo plat. Het is nee. gewoon niet zo plat. Nee. Dat kan gewoon niet met dit. Nee. Dus alles zit een soort onderlaag onder. En als je die kwijtraakt, dan is niks meer. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat mijn grootste... En dat ook mijn grootste uitdaging gaat worden. Dat is ook zo. Want ja. dat is natuurlijk ook heel lastig om te spelen. Ja. ja. De... Uh, zeg maar, je moet niet alleen maar mean girls zijn. Nee. Nee, en vooral niet in die, in die monster of in die duivelkant. Precies, ja. Die in dat hoofd zit... Wil je eigenlijk heel, je moet geen hekel aan haar krijgen. Dat is eigenlijk ook wel een Je moet haar niet gaan haten. De duistere kant. Ja, je moet alles niet nee. meteen gaan haten. Nee. nee. Je nee. moet gewoon, je moet tot het einde nog mee kunnen gaan in, het, in de ontwikkeling en in de strijd. Ja. Terwijl jij ja, wil hem eigenlijk vanaf het begin al hoog inzetten. Een beetje die behoefte heb je. Een beetje. Zeker. Een beetje en nou hebben, worden we een beetje geholpen door hoe het stuk in elkaar zit. Ja. Dat we. Eigenlijk beginnen met bijna het einde van het stuk en dan in snippers, zoals het heet in de voorstelling, een soort van flashbacks uh, krijgen. Ja. Hoewel het niet echt flashbacks zijn, maar meer een soort van dia, dia's uit het leven van. Ja. Je ja. ziet gewoon een dia uit dat moment toen ze 12 was, toen ze 13 was, toen ze 14 was, ja. op het hockeyveld. Uh, op school, zo al die dingen een beetje naast elkaar... waardoor je aan het eind dan een compleet beeld uh, krijgt. Ja. Ja. ja, dat is ook wel leuk. Want als twaalfjarige op het hockeyveld... Hoef je, no hoef je nog niet die zwaarte te spelen. Nee. Maar kan de zwaarte wel geïnterpreteerd worden in... wow, hoe fanatiek is dat meisje? Ja. 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 Leuk. Ja. Hoe fanatiek ben jij? Ik ben best wel fanatiek. Mm -hmm. Denk ik. kan ook niet tegen mijn verlies. Kan ik ook echt niet als we een spelletje spelen? Nee, nee. nee? Ik heel zacht gerendig. Oh ja? ja? Dus ik ga geen spelletje spelen. Jawel. Oh. <laughs> maar dan <laughs> wordt het hard tegen hard. Ja. <laughs> ja. <laughs> nee, dus nee, ik ben wel echt heel fanatiek. Maar okay. ik kan ook heel goed. Uh, tenminste kon ik eerst niet, maar sinds zo'n twee jaar of zo kan ik wel dat ook heel goed uh, heb accepteren. Van... Nou, ik heb van mijn moeder het woordje. Ach, echt geleerd. Ach. <laughs> ja. En dan een beetje zo je schouders op ja. Ach. Oh, wat grappig. Die is echt. Uh, en de in de spiegel kijken en zeggen goed gedaan Lisse. <laughs> nou, dat is ook heel belangrijk. Ja, die twee heb ik echt ja. voor de afgelopen jaren echt getraind. Ja. Dus ja ik kom de... echt uit een sportfamilie, oh, ja. dus uh, waar de andere drie uh, heel fanatiek zijn en ik echt daardoor gewoon gratis ach heb geleerd. Oh ja. Want ja, ff, het interesseert me allemaal niet. Heb je wel gesport vroeger? Ja. Wat Zwommen. Oh, ja. En geturnt. Oh, yeah. En dat vond ik eigenlijk leuker dan zwemmen, maar ik kom echt uit een waterfamilie. Mijn uh, vader heeft ook Olympische Spelen uh, waterpolo gedaan. Oh echt? Ja. Fet. En uh, dus alles was water bij ons en dat heeft mij altijd het gevoel gegeven dat ik daarom moest kiezen om een watersport te doen in plaats van turnen. Oh, yeah. En als ik dat nu met ze bespreek, dan hebben zij het gevoel dat zij mij daar nooit toe gedwongen hebben, oh, tot die yeah. keuze. Dus ik denk ook inderdaad dat ik dat als kind mezelf meer heb aangedaan. Yeah. Voor, voor het gezin me opgeofferd. Ja, 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 ja. dan dat het uh, daadwerkelijk hun keuze is geweest. Ja. Maar ja, dus er zit wel een sport. En dat sport is natuurlijk ook weer heel erg binnen de voorstelling uh, ja, uh, herkenbaar. Niet zozeer uh, sporten op zich, maar wel het fanatisme. En dus ook jouw spelletjes-fanatisme. Ja. Uh, dat is wel ook een thema wat heel erg bij ons voorbij komt. Ja, echt wilskracht. Alles op wilskracht. Alles op wilskracht. Ja, ja, ja. ja. Ik zeg thuis wel eens tegen mijn vriendin, die kan er ook heel de, goed dingen op wilskrachten, maar dat doe ik dan ook vaak alles op woede. Dus als ja. je maar gewoon een soort van ja. onderzet, dan kan je altijd nog een meter verder. Ja, ik kan ook echt wel op mijn best zijn als ik inderdaad alles haat waar ik mee bezig ben. Ja, precies. Dan rach ik er echt ja, doorheen. Exact. Ja. Ja. Dan ben ik zo trots op het eind. Dat ja. is ook ja. maar dat is ja, erg. Ja. Zolang je nog trots bent op het eind, dan blijf ja. je het de volgende keer precies zo doen. Ja, volgens mij is dat exact. Hoe wij anorexia begrijpen. Ja. Want van het eetdeel snappen we in die zin eigenlijk niks. Nee. Maar wel van de kant van het harder doorgaan. en ja. dan trots zijn dat het toch gelukt ja. is op woede. Ja. Of op wilskracht. of op hoe je het dan ook noemen wil. Ja. Ja. ja, zeker. Ik denk ook dat het soms bijna niet anders kan in ons vak. Maar dat we, daar ben ik nog niet achter. Voor jou? Voor mij. Ja. Voor mij geldt dat helemaal niet. Nee, nee want als zo gauw het bij mij woede wordt, wordt het negatief. en dan. Ga het tegen me keer. Oh ja. Dus ik heb juist alleen maar de positieve flow nodig. En dan oh ja. wil ik helemaal niet zeggen dat ik positief ben, want ik ben zeer zuur. <laughs> maar, um, maar wel, ik heb wel een soort van lekkere flow nodig. Ja. Als het tegenstaat, dan wordt het super zwaar, vind ik het dan. Oh ja. En uh, heb je dat ook met het. Uh, wanneer voel je dat je hebt gefaald of zo binnen jouw vak? Heb je dat wel eens gehad? Ik ben in basis heel goed om anderen de schuld van mijn falen te geven. Ja. Dus het is heel moeilijk om echt op mezelf te betrekken waar, waar ik het echt niet goed heb gedaan. Mm -hmm. Daar word ik overigens wel steeds beter in. Maar het is thuis ook zo. Als ik thuis mijn teen stoot aan de deurpost... Mm -hmm. dan ben ik in eerste instantie boos op Sabine... dat zij die post daar heeft neergezet. <laughs> en dat slaat echt helemaal nergens op. Maar dat is wel altijd mijn eerste impuls. Nou, maar in, ik heb in mijn relatie kan, heb ik dat ook. Ah, ja. En daaromheen betrek ik alles meteen oh, op mezelf. Ook te veel. Ja. Kan ik juist meteen denken... oh, uh, het gaat, iemand kijkt verdrietig. Wat heb ik gedaan? Ah, ja, ja, ja. Wat kan ik doen? Ja ik heb ook dan eigenlijk de hele tijd... Ik strooi soms met sorry. Ah ja. En dan komt dan uiteindelijk een soort sorry dat ik besta uit. En ja. dan denk ik... En dan word ik weer boos op mezelf. Dat ah, ik precies, dat niet mag ja. zeggen. Precies. Dus dat is toch die monsterstem in je hoofd weer. Ja. ja. En die herken ik ook hoor. Ja. Maar, maar ik denk dat we dat uiteindelijk allemaal denk hebben. Denk ik ook wel. En dat als je een beetje mazzel hebt, heb je daar een goede balans in. Ja. En als je wat extremer leeft, zal je sowieso ook extremer daarin denken. Ja. Ja, mijn moeder noemt me altijd een intense lever. Ja, nou ja, precies. Dan ja. krijg je dat. Ja. En is ook wel steeds minder al. Bij mij. Maar ook wat intern gebeurt dan minder? Dan nou, kan wel meer. Ik kan wel echt meer loslaten. Maar daar heb ik ook wel therapie voor gehad. Ah, ja, ja. En echt vijf jaar lang ook. Maar dat, is wel, uh, dat was ook echt heel interessant. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik dat op zo'n jonge leeftijd al heb gedaan. Vind ik vind het zo leuk dat je dat zegt. Omdat je. Uh, omdat het heel vaak iets is wat eigenlijk, omdat het uit iets negatiefs voorkomt. Want eigenlijk ga je altijd pas in therapie. als er iets negatiefs in je leven is. Ja. Um, dus is het opknappen en het schoonpoetsen. eigenlijk van min 100 weer terug naar 100, of naar nul poetsen. Ja. En dan hebben we het er nooit meer over. Nee, het maar, moet niet een probleem uh, en het oplossen van het probleem. Daar moet het niet bij blijven. Het nee, moet echt. Want ik ging daar ook echt heen met een vraag. Ja, maar dat vind ik echt fantastisch. En zeker op jouw leeftijd, zei ja. open. Dat je dat, je dat, dat je dat dus al ook op die manier ziet, maar ook zo kan inzetten. En het ja. dus ook beter uitkomt en het ook meteen dus kan toepassen. Ja zeker. En echt, als ik geld heb, dan als ik al het geld van de wereld zou hebben, zou ik nog steeds eigenlijk gaan. Het is gewoon super leuk om te blijven praten over. Ja. Ik doe het ook niet met een. Ik doe het echt bij de school voor zijnsoriëntatie ook. Dus dat is ook wel echt anders dan een psycholoog, of een, uh, terwijl bij een psycholoog kan denk ik ook makkelijk. Maar het gaat er gewoon om dat je onderzoekt naar hoe je zelf functioneert. Ja. En dat is natuurlijk superbelangrijk. En dat is, als ik het weer even naar onze voorstelling trek... meisjes en ook jongens van 12 tot 18... die, ja, die zijn daar echt nog niet om zichzelf zo goed te reflecteren. Nee, dat is zo'n ingewikkelde leeftijd. Ja. Dat maar, is, maar dat zou je wel ja. iedereen gunnen eigenlijk. Ja, want ik merk het ook echt in het lesgeven. Want je wil eigenlijk tegen iedereen zeggen... het komt ja. het komt goed... Ja. En uh, je hoeft helemaal niks te bewijzen nee. en geniet gewoon van. Ja. Maar dat is gewoon niet, want in ja. dat hoofd gebeurt zoveel. Ja. Zonder dat je het zelf nog onder woorden kan brengen ja. of uh, het op de grond kan zetten. Ja. Jammer is dat eigenlijk. Ja, maar ook goed, want daardoor ontdek je ook, daardoor ga je ook de grenzen over en ga je ze ook maken. Dat is waar. Ga, dat ga is waar. Maar, is, zeg maar als je ziet hoeveel worsteling er is voor de puber, even los dat het zo, van het puberschap. Ja. Dat, er zijn zoveel dingen waar je dan mee. Het is jammer dat het zoveel lijden is. Precies, dat is het. Ja. Je, zou gunnen, je zou iedereen gunnen ja. dat je dat niet doorhoeft. Aan de andere kant, misschien vormt het de meeste mensen daar wat ze zijn. Ja, levensleiden soms ook. Ja. ja, dat is zo. Ja. Ja. En je draagt natuurlijk ook je geschiedenis mee van je ouders en van je zeker, grootouders. Zeker. Dus dat is ook, dat moet je allemaal leren een plek te geven. Ja, ja dat is absoluut waar. Daarom raad ik ook iedereen aan om in therapie te gaan. Want dan kan je dat met iemand <laughs> samen doen. <laughs> nou, dat is de boodschap van deze podcast. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Nee, je hoeft het niet alleen te doen en ga in therapie. Ja. Nou, als het niet nodig is, moet je het zeker niet doen. Nee. Maar. Uh, maar ja. heb het er wel met elkaar over. Ja, maar dat, precies. Maar dat is heel goed. En dat is ook, als je het weer wat breder trekt naar ons specifieke thema. Ik denk dat heel veel jongeren onderling bijvoorbeeld ook zien. Uh, dat het niet zo goed gaat met een ander. Ja. Maar niet de middelen hebben om. Dat aan te kaarten. Ja. En je zou dat gunnen dat je naar een ander toe kan stappen en ja. zeggen... is er wat? Moet ik even naar je luisteren? Want ja. eigenlijk is dat alles wat er, wat er uh, gezegd moet worden. Ja, gewoon contact maken. Ja, en niet per se meteen oplossen. Nee. Misschien juist al niet oplossen. Want uh, oplossen, dat is vaak dat je weer tegen de ander zegt... je moet dit doen. Ja. En ze moeten al zoveel. Dus... Nee, juist uitnodigen, vragen stellen. Ja ook voor je eigen interesses gewoon. Het is gewoon super Zeker. interessant om in anderen's ja. hoofd te kunnen kijken. Absoluut. Maar dus daarmee kan je anderen helpen. Ja. En dat is eigenlijk al wat, wat heel makkelijk is om te doen. Ja. En ja, wie weet gaat de ander dan net open genoeg om help te zeggen. Ja. Bedankt voor het luisteren. Wil je niets missen? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. En wil je op de hoogte blijven van alles over Solo Stories? Like dan onze Facebookpagina. En wil je een kijkje achter de schermen van onze voorstellingen? Volg ons dan op Instagram. Tot de volgende keer. Ciao!